De Kamerleden. Ik ben hier vandaag naartoe gekomen. Ik heb een paar weken geleden heb ik de uitnodiging gehad om gasthoofdredacteur te zijn. En dat is 3 dagen voor de uitzending is dat ingetrokken, die uitnodiging. Maar ik dacht van, nou, ik kom toch. Nee, daar wil ik dan ik kom toch we deze ochtend naar deze uitzending toe. Koers, mooie achtergrond ook met de moskee. We hebben het er eerder over gehad, maar voor de mensen die net inschakelen wil ik toch even benadrukken. U zit inderdaad niet als gasthoofdredacteur en medepresentator ook naast mij. Ook een gemis voor WNL. Dat vinden wij van niet. Onze hoofdredacteur heeft besloten om dat niet te doen. Omdat hij dat niet gepast vindt. Waarom eigenlijk? Allerlei aanvallen van u op die persvrijheid. Welke aanval? Deze week veel commotie over dat u zich wil bemoeien met het NTR-programma De Nieuwe Maan. U vindt de koers Heeft u ook de reactie van de NTR gelezen? De NTR zegt er zijn gesprekken geweest over diversiteit. Inderdaad. En dat Klopt. Zijn pittige gesprekken. Dat zijn inderdaad. Maar de wens die u heeft... Kijk, de NTR mag praten met wie zij willen. Ja, maar dat u als politieke partij dus zich met... Eindelijk het idee van ik kan als gasthoofdredacteur kan ik een programma beïnvloeden. Maar dat is dus niet het geval. Maar uw collega Usturk heeft gezegd, de pers is de vierde macht en die moet gecontroleerd worden. Onder andere dat soort uitspraken vinden wij niet oké. En vinden wij ook niet dat wij u als gasthoofdredacteur moeten neerzetten. Ik was toen voorzitter van dat algemeen overleg. Hij heeft gezegd, van, hij heeft de vraag gesteld, wie controleert de media? Ja, niemand. En dat niemand is nou controleert de media. Maar dat betekent dus ook dat mensen een mening mogen hebben over bijvoorbeeld WNL. Ik vind WNL, dat zeg ik heel open en eerlijk, ik vind WNL een baggeromroep. Die de puurste vorm van rioolsjournalistiek bedrijft. Nou, ik heb daar een stapeltje van gemaakt voor degenen die geïnteresseerd goed zijn. En u krijgt ook. Kunnen we dat meegeven? En dat wil ik u meegeven. Ik u zit echt, hier ik vind als dat... gast. U heeft ermee ingestemd, want u doet net alsof u dit helemaal is overvallen. U wist gisteren dat u niet als gasthoofdredacteur zou aanschuiven, maar als gast. U heeft ermee ingestemd, want u zit hier. Waarom? En ik vind het ook fantastisch om hier te zitten, want wij... Ik in dit geval laat ook het geluid van Denk horen. Want waar het om gaat is dat alle andere politieke leiders hier aan tafel mogen zitten als gasthoofdredacteur. Nou, de politieke maar dan, leider dan kruipt van Denk u mag in dat die niet. Slachtofferrol. Nee, dat is geen slachtofferrol. Dit is opkomen voor je rechten. En dat doen we al geruime tijd maar in de Tweede Kamer. Is het niet Kamer. Prachtig dat u dat hier aan tafel dus zit en mag zeggen het maar is belachelijk. Maar dat doen we dus vandaag ook aan vind tafel het een hier bij WNL. Fantastisch, toch? En dat is mijn mening. En maar hoe zit het eigenlijk met die eigen omroep? U wilt er zelf een omroep. Het punt dat wij maken is dat... Eindelijk geen baggeromroep, zou ik dan zeggen. Als ik Kuzu was. Diversiteit toch? In de media vinden wij echt een heel belangrijk onderwerp. Maar welke diversiteit mist u dat in een omroep? Ik krijg even een heel concreet voorbeeld. Ik krijg klagende VVD-Kamerleden die vaak door WNL worden gebeld. Die hier moeten komen opdraven. Zonder dat onderwerpen met ze voorbesproken worden. Dat wordt gezegd van kom maar hier naartoe. Onderwerp nou, denken we later dat wel. Is absoluut ik hoor niet waar. Sowieso gaan wij zelf over de uitnodiging WNL die wij versturen. Naar WNL maar wat u zegt... Gaan en dat ze zeggen van ik wil even nee, een wat u zegt is wil, ik wil dat is, de Nieuwe Maan... Dit is een VVD-omroep. Dit is een CDA-omroep. Wij gaan dit zelf heeft niks over de uitnodigingen die wij versturen. Maar het is dit van de gekke dat de VVD zou zeggen... doe eens even wat positiever over het klimaat of over dit. Dat is iets totaal anders. Wij gaan zelf over de uitnodigingen. Ik ben nog steeds geïnteresseerd in het gebrek aan diversiteit... Natuurlijk, misschien is er een gebrek aan diversiteit in het media. Daar heeft volgens mij de ombudsman... Maar waar ontbreekt het aan? Beste heren, we gaan door achter de schermen. Deze discussie is nog lang niet klaar. Maar we gaan gewoon afronden, want de tijd zit erop. Om middernacht, dan zijn we er weer.